Vorig jaar in december mochten wij als college al even een preview hebben bij de oplevering. En toen stond er eigenlijk nog niks. Ja, een paar kasten in opbouw en een lege vloer. En toen waren wij allemaal zo onder de indruk van het gebouw. Kunt u zich voorstellen hoe het nu dadelijk is als het helemaal vol is. Hier en daar lag al wel een mooi tapijt onder het plastic. De boeken stonden er zeker nog niet. En Chris vertelde heel bevlogen over de inrichting en het gebouw zelf. Eigenlijk wat hij nu net ook aan u heeft verteld. Daarmee zagen we het allemaal al een beetje voor ons. Maar vanaf vandaag kan deel proberen van deze prachtige nieuwe bibliotheek genieten. En met de toevoeging nieuwe, want een bibliotheek is natuurlijk toch van origine, zoals net ook al gezegd is, een plek waar gewoon boeken bewaard worden en ter inzage worden gegeven. Maar dat gaat voor onze nieuwe bibliotheek niet meer alleen op. Deze bibliotheek is veel meer dan een bewaarplek voor boeken. Maar ik ga u daar niets meer over vertellen, want dat hebben zowel Arno Visser als Chris Wiersma al gedaan. Onze stad groeit. In 2030 voorspelt men ongeveer dat het aantal inwoners verdubbeld zal zijn. En dan zal het een paar jaar later zijn, dan nog. We gaan ongeveer verdubbelen. Nieuwe woonwijken, zoals Almere Poort, straks Almere Pampus wellicht, Almere Hout, die maken dan deel uit van de stad. Wij behoren nu al, en we realiseren ons dat vaak niet voldoende, tot de grootste gemeente van het land. Maar we hebben helaas nog lang niet alle voorzieningen die horen bij een echte grote gemeente. Maar weet ik weer, met de komst van de nieuwe bibliotheek, hebben we er wel weer een grootstedelijke voorziening met kwantiteit, maar zeker ook met kwaliteit bijgekregen. En mag ik zeggen, met internationale allure. Daarmee tonen we als stad toch onze beginnende volwassenheid. En deze bibliotheek kan zich zeker meten met bibliotheken in binnen, maar ook in buitenland. Zowel qua architectuur als locatie, de laagdrempeligheid, de moderne aanpak en ga nog zomaar even door. Er zal over geschreven worden, durf ik u te voorspellen. Met de komst van de Almeerse Hogeschool ontwikkelen we onszelf op meer en meer ook tot een studentenstad. En ook voor hun wordt straks de nieuwe bibliotheek een echte ontmoetingsplek waar ze kunnen studeren, informatie kunnen vergaren of even kunnen chillen met een game. Maar de nieuwe bibliotheek staat in de eerste plaats natuurlijk voor alle inwoners van de stad open. Voor de eigen ontwikkeling, voor ontspanning, staan de deuren van de nieuwe bibliotheek open voor iedereen.